Mijn naam is Paul Born en ik werk al 38 jaar hier bij het Amsterdam Museum als restaurator. Welkom. Dankjewel. En waar zijn we nu? Want jullie zijn nu op de restauratieafdeling van het Amsterdam Museum. Onze afdeling heet Ambachtelijke Kunst. Dus wij restaureren hier alles wat op ambachtelijke wijze is vervaardigd. Of makkelijker te zeggen, dus we doen geen schilderijen, prenten, papieren. Hier hebben we nog een kleine afdeling waar doen we grof metaal. Hier kunnen we dus, ja, het is een beetje allemaal krap. De aardappel vindt het allemaal niet meer zo geweldig wat we hier doen. Als het lukt, dan probeer ik ook één keer per jaar een uurwerk te restaureren. Hij kan dus 10 melodieën spelen. Ja. Als hij gaat spelen, dan gaat deze stam, die gaat en weer bewegen. Elke dinsdagochtend ga ik op pad met mijn klokkensleutels en draai ik binnen ons museum en Willet Holthuizen, Amstwoning en de Kromhouthuizen de klokken op. Hier begin ik altijd met klokken, ik loop altijd eerst hier naartoe. Eerst de regentenzaal en dan naar de regentessen. We hebben er als museum voor gekozen om, als we klokken in de opstelling hebben, om deze zoveel mogelijk te laten lopen. Het is een extra toegevoegde waarde, het geeft meer leven in het huis. Zo blij, vind je van? Heb je de eerste klok gezien? Ja, heel cool. We hadden een hele mooie melodie dat niemand mag horen behalve ons. Ja. Spannend. Zo cool. We gaan nu dus met Paul mee naar de tweede locatie en dat is namelijk de Amstwoning. Dus de plek waar de burgemeester woont en dus tot voor kort Van der Laan. De familie woont nog hierboven. Hey, wow. Sita, daar ben ik met mijn gevoel. Time for changing, time to divide. To rearrange it, what's yours and what's mine. Let's go away, away for a while. Deze klok is dus bijzonder mooi gemaakt, hè? Brons, gegoten brons, vuurverguld. Deze is dus van eind 18e eeuw door meneer Lapote gemaakt. Er staat hier ook, hè? Hij was dus horlogemaker van de koning. Even bij Lodewijk XVI. Hoezo, want er staat... Oh, ja. Horloger de Roy. Hij is ook onder de guillotine geëindigd, tijdens de Franse Revolutie. Voor of je recht dit. Wat doe je daarmee? Zo'n klok heeft een ankertje met een slinger. En als ik dat dus niet zorg dat het mooi recht tikt, zoals het heet, dan gaat hij er stilstaan. En dat hoor je? Dat hoor je. Wie is eigenlijk de uitvinder van een klok überhaupt? Het principe van een slinger die heen en weer gaat, is ontdekt door Galileo. Het verhaal gaat dat hij in de kerk zat en het wierookvat heen en weer slingerde en dat hij zo het ontdekt zou hebben, maar het is allemaal niet het verhaal, ik weet niet of het klopt. No destination, just leave it home. Paul, het is aangebroken dat wij de laatste klok van de klokronde nu gaan opwinden. Dat klopt. Klokt of klopt? Klokt. Klopt. En het is een klok. Het is heel belangrijk dat de klok iets voorloopt. Waarom? Stel dat ik een afspraak heb of je hebt met iemand beneden afgesproken en die moet wachten omdat ik mijn klok niet mijn klok heb laten achterlopen. Dat vind ik heel vervelend. En wat als jij nou een keer op een dinsdag ziek bent? Ja, dan hoop ik maar dat mijn ene collega er is die het kan doen. En er moet eigenlijk inderdaad nog iemand bij. Zometeen als je hier loopt en je hoort zometeen te stil, je hoort die klok tikken en je hoort hem slaan, dat brengt leven. We hebben één keer een periode gehad dat er geen klok was. Nou, dat is... Dat moet leven zijn. Time for changing, time to divide. To rearrange it, what's yours and what's mine.